Woensdag was er in Euroborg voor de winnaars van de Vriendenloterij een speciale meet-and-greet met de spelers van FC Groningen. Die winnaars kregen de prijs omdat zij met de deelname aan de Vriendenloterij de jeugdopleiding van FC Groningen steunen. Iedereen van de winnaars die mocht even lunchen met de spelers. Nou, wie maakt dat mee? Dat zie je niet veel. En ja, ze hebben allemaal een bal gekregen van ons die ze allemaal hebben kunnen signeren door de hele selectie. U bent een van de winnaars van de Vriendenloterij? Ja, we hebben een prijs gewonnen en dat is een dagje FC Groningen. Daar zijn we ongelooflijk blij mee. Want u bent een echte supporter? Ik ben wel een supporter van FC Groningen, ja. Is dat dan ook een van de redenen dat u lid bent van de Vriendenloterij? Dat is zeker een van de redenen en ik doe het ook een beetje voor mijn zoon, wat ook een voetbalenthousiasteling is. Dus ja, deze prijs kwam als geroepen voor ons. En van wie heb je handtekeningen? Nou, van Brian, Kieftenbelt, Luciano, een rode volgens mij, eentje met rode haar. Van wie heb je een handtekening gekregen? Dat weet ik niet zo. Van Lorenzo Burnett. Voor de winnaars van de Vriendenloterij was de meet and greet een niet alledaagse belevenis. Ja, dat je de andere kant van het stadion eens een keer mag zien, dat is wel heel erg leuk. En waar heeft u het dan over met de spelers? Nou, we hebben nou net even met Suk gesproken en nou ja, dat het allemaal nou niet zo rooskleurig gaat deze periode, maar nee, we hopen op betere tijden. Deelnemers aan de Vriendenloterij bepalen zelf waar de helft van hun inleg naartoe gaat. De helft van de inleg gaat altijd naar een prijs toe. En de andere helft van de inleg, daarmee steunen we in dit geval FC Groningen. Vorig jaar hebben we dankzij de steun van de winnaars van de Vriendenloterij en natuurlijk de leden van de Vriendenloterij 80.000 euro kunnen steunen aan FC Groningen. Dus dat is natuurlijk super dat je zoiets kan doen. Dat bedrag is ten goede gekomen aan de jeugdopleiding van FC Groningen. Wat vindt u daar op dit moment van de jeugdopleiding? Probeer maar om zoveel mogelijk eigen kweek bij Groningen te krijgen. Ik bedoel, we hebben een goede voetballers genoeg, dus nee, ik vind het wel een heel goed doel. Jeugdopleiding is heel belangrijk. Je kunt niet zonder de jeugd. En net even in een gesprek geweest met Pieter Huistra. Waar heeft u het dan over? Ik had het zojuist even over mijn zoon. Dat hij, nou ja, eigenlijk is hij voor FC Twente, maar we moeten nog even omturnen naar FC Groningen. Maar dat gaat wel gebeuren. Dat gaat wel lukken. Ja, dat gaat wel goed komen. Van wie ben je fan? Nou, ik vind ze allemaal wel goed eigenlijk. Ja, ik ben eigenlijk een keeper, dat is Luciano, denk ik. Je bent zelf keeper? Ja. Je voetbalt zelf nog steeds? Nou, minder, blessures. En jij, voetbal jij ook? Nee, ik ga misschien naar Rob. De Vriendenloterij maakt het mede mogelijk dat FC Groningen de jeugdopleiding naar een nog hoger plan kan brengen. Zou je zelf ook wel bij de jeugd van Groningen willen spelen? Dat zou me wel leuk lijken. Later als ik groot ben, wil ik wel bij FC Groningen voetballen. Waar voetbal je nu? Ik heb op voetbal gezeten. Wat was je positie? Dat weet ik niet meer. En waarom ben je gestopt? Omdat ik dan zaterdagochtend moest ik er heel vroeg uit en daar was ik eigenlijk wel klaar mee. Klaar voor? Goed.